Ik ben Geert-Jan Wit, autoschadehersteller van beroep en heb een passie voor klassieke Volkswagenbussen. De passie is ontstaan uit mijn jeugdjaren. Je zag ze toen op vrijwel iedere hoek van de straat staan. En dat vond ik gewoon bijzonder mooi. En op een gegeven moment vond ik dat het tijd werd om er zelf een aan te schaffen, zodat al onze kinderen erin konden. Ik heb de bus destijds gekocht van een mede-clublid. Die was eraan begonnen. En uiteindelijk zag hij het niet meer zitten en verkocht de bus weer. Ik heb hem van hem overgenomen in een hele slechte staat. Nagenoeg alles ontbrak wel of was kapot. Het plaatwerkgedeelte was bijzonder slecht. Ik heb nagenoeg alle plaatwerkdelen vervangen. Sommige delen die kan je nog nieuw kopen, maar sommige delen heb ik van een donorbus gebruikt. Ik heb hem bijna helemaal alleen gerestaureerd. Er zijn enkele details die ik heb uitbesteed bij een autobekleder en een motorrevisie. En voor de rest is alles in eigen beheer gedaan. Het interieur van de auto was ook weg. We hebben de banken erbij gezocht, stoelen erbij gezocht en de bekleding. De voorstoelen zijn niet origineel, die komen uit een andere auto vandaan. Maar de rest van het interieur wel. Deze bus heeft een originele fabrieksdoorloop, iets wat je bijzonder weinig tegenkomt. Dat kan natuurlijk handig zijn in verband met de kinderen, dat je naar achteren toe kunt gaan wanneer je wilt. De kleur van de auto, dat zijn de originele fabriekskleuren, zoals die vroeger nieuw geleverd werd. Maar dat ik hem vond, toen was hij groen. Ik heb geprobeerd om de bus zo origineel mogelijk te houden, maar bij sommige details heb ik dat laten varen, want dan gaat dat gewoon verder niet. De originele installatie is een 6 volt. Ik heb hem omgebouwd naar 12 volt, want dat is iets meer van deze tijd. Voordeel is dat de lichtopbrengst is beter en de startopbrengst is beter. Als je een ritje gaat rijden, dan kom je allerlei mensen tegen die een duim opsteken naar je. Ja, dat is gewoon echt bijzonder. Het is sowieso al heel bijzonder als je gaat rijden. Dat geeft een heel rustig gevoel. Als je gaat rijden, krijg je geen druk gevoel in het verkeer. Ook al duwen ze je misschien een beetje op. De auto wordt voornamelijk nu gebruikt voor weekendritjes en vakanties. Soms krijg je wel eens een bod van iemand, maar eigenlijk ga je er niet op in, want je doet hem toch niet weg. Dan kunnen de kinderen niet meer mee.